Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gast vandaag is Christian Laporte, oud-journalist. Welkom meneer Laporte. Goeiedag. Meneer Laporte, we willen eens kijken naar de huidige situatie in het politieke België. Hoe kijkt u daar nu momenteel tegenaan, tegen de regeringsvorming? wel ik was niet echt optimistisch zou ik zeggen in de weken de dagen de weken en de maanden na de verkiezingen van mei 2019 wanneer ik zeg dat alles steeds geblokkeerd bleef en altijd uh, heel moeilijk was om zich een beetje zelf normaal uh, te spreken tussen uh, ...mensen en partijen van, van de twee kanten... ...van wat ik soms de bietengrens noem... ...omdat cultureel voor mij natuurlijk echt bestaat... ...maar dat dat niet wil... ...dat nooit een, echt een staatsgrens zou mogen worden. Uh, voor, voor de rest uh, kent men mij natuurlijk in Vlaanderen... ...ook als een overtuigd federalist sinds jaren... ...en daar kan ik natuurlijk geen jota aan veranderen... ...aan, aan mijn houding daartegenover... Maar nu toch, wanneer je me nu vraagt, vandaag de dag, wel zou ik zeggen, ik, ik ben nog steeds pessimister in een zekere mate. Want uh, nu heeft men meer dan een jaar verloren. Natuurlijk kwam de coronacrisis daar uh, ook een, een grote inder in spelen. Maar toch, uh, volgens mij, had dat misschien ook een opportuniteit kunnen zijn. Om eens te tonen vanwege onze politici, van allerlei pluimage zou ik zeggen, dat ze nog een echte zin van, van het staatsburgerschap zouden hebben. En uh, dat uh, is spijtig genoeg voor mij steeds meer afwezig. Uh, echte staatslui vind je bijna niet meer. Uh, natuurlijk zitten we ook in een moeilijke periode waar de politieke communicatie. Absoluut niets meer te zien heeft met wat wij zelf gekend hebben in onze jongere jaren. Uh, want vandaag, natuurlijk, is het veel belangrijk, voor sommigen in ieder geval, goed uh, te scoren uh, op Twitter, op Instra Instagram en op allerlei die zogezegde sociale media. Uh, in Frans zegt men uh, les réseaux sociaux en ik zeg soms les réseaux sociaux, want. Uh, daar komt alles in het tegenovergestelde naar buiten en dat toont nooit echt uh, de mooiste kant van, uh, van de mens bij. En dus dat is zeker en vast ook een, een van de redenen misschien waarom het zo moeilijk is vandaag terug om tot een, tot een echte dialoog te kunnen komen. Natuurlijk uh, weet ik van, uh, van, van mijn militantische jeugd, zou ik zeggen, dat het ook niet zo gemakkelijk was in het begin, in de jaren zeventig. Toen de staatshervorming was begonnen. Maar dan toch, daar, daar stond er toch zoiets als een dialoog van gemeenschap tot gemeenschap. Daar bracht niet altijd iets positiefs op. Soms ging men heel weg tot een pact, het Egmondpact, pact. Maar dat werd dan daarna afgeschoten door, door sommigen ook. Maar desondanks dat allemaal moeten we dan toch kunnen voor, uh, zeggen dat sinds 1970 dit land toch in een zekere mate even naar voren kunnen gaan met al die hervormingen, maar dat men nu een beetje echt uh, aan, in het grond aan het, reizen, aan het is en dat er uh, spijtig genoeg niemand echt uh, naar boven komt uh, om daartegen te vechten. En wanneer ik dat zeg, ja, dan denk ik natuurlijk vooral... Misschien aan de, de partij Socialist, langs de Franstalige kant. Waar natuurlijk men de, de adem, uh, niet altijd pure adem van de PTB, in de rug voelt. En dus uh, waar ze natuurlijk ook heel bang zijn dat die partij steeds meer plaats zou innemen. Maar als aan de andere kant doen ze er ook niets voor. Om andere oplossingen te vinden, uh, die, die meer in fase zijn ook met de realiteiten van dit land. Bon, uh, ik zou zeggen, wanneer uh, Bert de Wever spreekt van de twee democratieën, uh, volken tot een zeker punt, maar, uh, maar op een zeker moment stop ik hem dan ook door te zeggen, maar Bert. Uh, al De Walen zijn niet uh, noodzakelijk uh, gauchisten, socialisten of nog, nog erger, uh, pseudo-communisten of echte communisten. Uh, en we hebben ook misschien goesting om echt nog iets te doen tezamen uh, onder een andere vorm in het moet. Uh, zeker en vast niet meer door terug te keren naar wat, wat dat vroeger bestond. Dat, dat is helemaal uh, dat zou niet meer kunnen. Uh, en aan de andere kant wil ik ook steeds de positieve kant zi zien van, van al, al de dingen. En in die zin, bijvoorbeeld, uh, ben ik uh, zeker een slechte uh, Franstalige katholiek geweest in de tijd. toen ik uh, reeds vond dat de overheveling van uh, de universiteit Katholiek de Louvain naar Waals-Brabant in feite een hele goede oplossing was. En uh, daar hebben de realiteiten ons toch uh, gevolgd, zou ik zeggen. Want vandaag, in een uh, nogal steeds rood en soms zeer rood Wallonië, uh, zijn er toch streken die helemaal anders denken, die ook helemaal anders uh, ageren en helemaal anders uh, hun economie uh, op touw zetten. Uh, uh, zeer open en terzelfde tijd... Uh, nog steeds openstaan, uh, langs, langs die van de andere kant. En natuurlijk, voor Waals-Brabant is dat iets essentieels, uh, dat wij nog altijd goede maten zijn met uh, onze vrienden uit Vlaams-Brabant. En des te meer ook, uh, en, en dat is ook het mooiste, de mooiste les, zou ik zeggen, van de Waal buiten, is dat vandaag de dag de, de rectoren, uh, en dit sinds zeker een vast een twintigtal jaren nu, zich terug... Spreken dat uh, de, de grote traumatismen verdwenen zijn. Dan zou men zou me natuurlijk zeggen: jij, jij was uh, misschien wel in Leuven nog, maar je was er niet uh, tijdens het eeuwigste moment van de crisis. Dat is waar. Uh, in 1968 uh, was ik nog op het college, maar daarna heb ik die, die overheveling al direct zou ik zeggen, beleefd, uh, dat ik uh, mijn eerste licentiaatsjaar nog in Leuven. Heb gedaan, alvorens we overgeveld werden naar, naar Louvain-la-Neuve. Uh, dat was in de ambulance, zei men, van, van de transfer. Maar bon, die, in die ambulance was zeker een goede reanimatiedienst, want uh, toen we daar in uh, Waals-Brabant toe kwamen, was er dan toch een zekere wil uh, om te antwoorden, niet op een arrogante manier, maar toch om aan te tonen: ja, jullie wilden niet meer van ons in, in die stad Leuven. Voor verschillende redenen. En bon, ik, ik blijf steeds geëcht, zeer geëcht aan de stad Leuven. Maar dat is ook voor persoonlijke redenen, want ik heb daar nog een prachtig jaar doorgebracht. Maar aan de andere kant wil ik, dat, wil ik aantonen dat het dus heel mogelijk moet zijn, soms heel ver te gaan in uh, verdere staatservormingen, En in elk geval, wat ik ook al gezegd en geschreven heb, en daar blijf ik bij. Wat er nu ook mogen gebeuren, wat uh, zeker in een mate of niet, zullen we nog steeds naast de buren zijn van onze Vlaamse vrienden. Dat, dat kan niet anders. Ofwel moeten we een, uh, een muur zetten, uh, een soort uh, Koreaanse muur tussen ons beiden. En, ja, en dan, dan wordt dat natuurlijk iets heel moeilijk. Uh, en uh, we hebben misschien een Kim Jong, maar. Uh, Langs de uh, Vlaamse kant uh, is men meer in een approach, zou ik zeggen, van, van het Zuid-Korea. Een opener Zuid-Korea ook, wat niet altijd het geval is geweest. Hè, maar fijn, bon. Dus denk ik dat uh, nu het moment is, echt het momentum is ook, dat echte verantwoordelijken, de echte politici die iets willen doen nog voor... Voor dit land of zelfs voor hun gewest of voor, voor hun streek, dat die nu de, hun nek naar buiten, uh, naar voren zouden steken, uitsteken om tot uh, iets te komen. Want daarna, uh, bon, terugverkiezingen, u zal misschien de, de vraag stellen. Wel, uh, men heeft zelf nog niet de conclusies echt getrokken van de verkiezingen van, van mei 2019. En met die toch erge tweespalt tussen uh, die, die, die twee gemeenschappen, uh, mogen ze me natuurlijk niet over zeggen, ja dat van een uh, uiterst rechts Vlaanderen en wat weet ik allemaal. Zover ga ik zeker wat nooit gaan, maar uh, het is zeker het moment om, om iets te doen uh, en ook om te vermijden dat langs een andere kant het slecht zou aflopen. Uh, in een ander andere interview met Doorbraak voor de verkiezingen van 2019 had ik gezegd, indien uiterst Links zou winnen in Wallonië, dan vraag ik terug mijn aannechting aan, aan Vlaams-Brabant en komen we terug naar Leuven. Hè. Bij mijn familie, hè, niet, niet al die wallen. Maar denkt u dat het misschien een strategie is van de PS om toch aan te sturen op verkiezingen, omdat de peilingen aantonen dat de NVA altijd maar zakt en dat ze op die manier erop rekenen om met andere partijen om, om met een verzwakt Vlaams front te kunnen gaan praten? Dat zou kunnen, indien men terzelfde tijd niet uh, altijd die nieuwe vooruitgang van het Vlaams Belang zegt. Natuurlijk. Dat zou interessant kunnen zijn voor de PS, indien de andere traditionele partijen een beetje terugadem zouden vinden. Maar eerlijk gezegd, dat, dat zien we ook niet. Conner uh, Rousseau mag zoveel spektakel doen in, in, met zijn t-shirt dat hij wil of niet. Uh, ik zie toch niet een grote omwenteling in, in de volgende maanden, zeker en vast, en misschien zelfs niet in de volgende jaren. Dat is nu ook een realiteit dat ook volgens mij een beetje beïnvloed wordt door wat er overal aan het gebeuren is in de wereld. Er is een doorzet van, een doorbraak van het populisme in, in alle streken van, van de wereld. Dat geeft niet altijd de beste uitslagen, ook niet. Je ziet dat ook op het vlak van uh, de manier om het coronavirus uh, te bevechten. Maar dus, uh, nee, eerlijk gezegd, indien hij daar recht zou op uh, rekenen, zou hij nog uh, laag kunnen vallen, uh, natuurlijk. Maar uh, ook omdat, uh, waar, waarom zullen daarom niet noodzakelijk meer walen voor, voor de PS stemmen en misschien dan ook minder voor, voor de, de PTB? Maar dat, dat is absoluut niet zeker. Voor het ogenblik is uh, die vooruitgang nog altijd uh, populisme en, en avant tout en. Uh, en natuurlijk elke dag of, uh, of bijna elke dag dat, dat God maakt, uh, spreekt de PTB van dit of van dat. Maar dat, dat wordt niet echt een realiteit. Dat wordt moeilijk ook te vertalen in financiële middelen en zo. En dus uh, is dat toch een beetje met vuurspelen vanwege uh, Paul Magnet. Op dit moment. Langs de andere kant, natuurlijk moet men zeker ook rekening kunnen houden met het feit dat hij misschien niet helemaal zijn partij helemaal achter hem, achter hem heeft kunnen krijgen. Dat er ook uh, opponenten zitten. En bijvoorbeeld in Brussel. De, de Brusselse uh, Partij Socialist, uh, is zeker een vaste, uh, misschien een van die hindernissen in, 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 uh, dat, in dat programma. Want uh, die, die willen natuurlijk uh, ook de markt blijven beheersen, nu, nu dat uh, misschien de, 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 de liberale dimensie van Brussel ook aan het verdwijnen is. Hè. Dat, dat is ook niet meer zoals vroeger. Hè. En zelf een meer centristische vooruitgang, zoals het FDF was op een zeker moment, hè. en zelf de PSC, toen zaliger, wel, bon, dat, 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 dat bestaat nu helemaal niet meer. En dus. Zijn er langs de kant van, van de PS ook misschien sommigen die een beetje een avontuur, het avontuur zouden willen leiden? En, en indien het zo nog voortgaat, zal men nog bijna triestig zijn binnenkort dat we Lorette niet meer hebben. En nochtans dachten wij al soms, langs de Walse kant, dat Lorette soms een beetje te, te veel overdreef. En wat is dan de rol van meneer Boucher? Want uiteindelijk hij heeft hij veel te winnen bij de status quo. Hij heeft nu met een uh, weinig aantal stemmen, heeft hij behoorlijk wat ministers en de premier. Hij heeft twee belangrijke Europese uh, mandaten in zijn partij. Dus is hij misschien wel de blokkerende factor, of uh, kijkt men daar vanuit de Franstalige kant anders tegenaan? Wel, uh, Boucher is in zekere mate toch een enigma voor een zeker aantal observatoren van, van de politiek. Want, bon, uh, in het begin had men lang, onder andere langs uh, de clan Michel, uh, zowel Louis als zijn zoon, uh, heel goede voorgedachten over uh, Georges-Louis Boucher. We moeten dan nu toch vaststellen dat sindsdien hij de, de partij voorziet. Dat dat niet helemaal zo, zo gemakkelijk verloopt. En zelf in de eigen rangen zelf. Ik heb al sommige ministers heel, kritiek, heel kritisch horen uh, spreken over Georges-Louis Boucher. Uh, wanneer die voorzitter werd van de partij. Dus uh, dat, dat is absoluut niet zo evident. En uh, misschien doet hij er dan toch een beetje te veel. Een schub te veel, zoals men in Brussel soms zegt. Uh, want. Uh, ik denk toch dat, dat je wanneer je in een politiek spel zit, uh, zoveel mogelijk geen, uh, niet aan spektakel zou, zou doen. Hè. En meer en meer echt de ideeën en zo naar, naar voren zou brengen. En dus ben ik niet zo zeker dat die huidige nieuwe generatie van, van nieuwe voorzitters. Bon, uh, Rousseau ken ik nog niet zo goed, hè. dus dat uh, is moeilijk hem te beoordelen. Maar langs de Franstalige kant, bon. Uh, Bon, de voorzitter van, van Defi, uh, François de Smet, lijkt me misschien meer positiever. Uh, hij lijkt me zeker veel positiever dan uh, zijn voorganger, Olivier Minguin. Want, want met, met die gast was er, wel, viel er ook heel weinig te discussiëren. Uh, want omdat hij ook een beetje uh, aller, uh, uh, zijn eigen standpunt bleef uh, uh, verdedigen. Dat hij. Uh, zeker en vast heel goed Nederlands misschien moest kennen, maar dat er nooit geen verdomd Vlaams woord uit zijn mond kwam, alhoewel zijn moeder uit Aals was, uit, uit Olst. Nou, uh, dus uh, in een zekere mate, dat, dat, dat soort dingen vind ik natuurlijk uh, absoluut overdreven. Maar dus om over het over de smet te hebben, die denkt mij toch meer dat, dat is een filosoof van vorming. En die, die speelt misschien minder ook die radicale communautaire kaart. Die, die volgens mij steeds minder zin heeft, onder andere in Brussel. Ik wil dat ook zeggen tegenover de, de Vlaamse luisteraars van, van, van Dobrak Radio. Uh, je moet nu ook niet denken dat uh, alle de Franstaligen van Brussel, of diegenen die de compagnon de route zijn van de Franstaligen van Brussel, uh, absoluut uh, gelukkig zijn dat die, onder andere die taalwetten, nog steeds niet echt nageleefd worden. Natuurlijk, indien in je nu echt van Brussel houdt, zou het dat meer moeten uh, allez, uh, respecteren ook? En, en dan zou men misschien ook meer uh, een ander Brussel op touw kunnen zetten. Maar uh, dat er soms nog gebeurt in, in sommige hospitalen en ziekenhuizen, ...ja, dat, dat, dat kan toch absoluut niet meer? Zeker en vast niet. Nu zitten we al in, in het vijfde, voorbij zelfs bijna, van de 21ste eeuw. En uh, ja, die problemen blijven duren. Uh, enfin, daar, daar, daar zeg ik natuurlijk al iets, misschien ook over mijn uh, ideaal uh, land voor, voor morgen. Natuurlijk. Want, uh, uh, maar we waren nog bij de, de voorzitters van de Franstalige partij. Want we, we gaan in alle. Ik begin hier al een beetje zoals Georges-Louis Boucher: in alle, alle kanten van, van, de, van de politiek te gaan. Maar nee, nee, maar dus. Uh, Misschien is dat ook gelegen aan het feit dat die, die jongen misschien niet genoeg ervaring uh, had. Uh, ik ben niet zeker dat hij echt ook gemiliteerd heeft langer tevoren, uh, onder andere voor de Jeune Mer en allerlei dingen van dat soort, uh, dat hij echt gemiliteerd heeft voor een of ander idee. En dus wordt dat toch moeilijk. Uh, en zelf bij de MR voel ik dan toch die, die Alleen een zeker uh, malaise in het feit dat. Uh, ze zijn zeker. natuurlijk, ze hebben een zeker aantal belangrijke posten in hun handen. Uh, ik ben ook van degene die zeker en vast. Uh, zou uh, applaus geven aan, aan Sophie Wilmes voor wat ze gedaan heeft. Uh, zelf indien ze soms misschien een beetje meer Nederlands dan mogen spreken ook. Maar, enfin, bon, dat... maar uh, ze, ze kan het misschien ook nog beter doen? En langs de andere kant uh, is het ook niet gezond dat we tot 2024 met een minderheidsregering zouden blijven. Dat is. Ach, acht u dat mogelijk? Want ik sprak onlangs met professor Bart Malles. En hij gaf dat uh, als een zeer waarschijnlijke uh, oplossing. Of nee, niet zozeer oplossing, maar als een zeer waarschijnlijk scenario. Uh, voor deze regering dat ze gewoon zo voortdoen tot 2024. Maar kan die echt nog uh, zelf goede wetten doen stemmen? Blijkbaar niet. Uh, een collega, politoloog van, van de ULB, uh, zei. Ja, vandaag natuurlijk werkt het parlement, of enfin, blijkt het parlement, de Kamer, zeker nog goed te functioneren, want er worden allerlei, al de debatten gaan naar er worden allerlei uh, wetsvoorstellen gestemd, maar ze hebben er de middelen niet voor, ze hebben de poe niet voor om, om dat allemaal te kunnen betalen, en daar er geen echte regering meer is. Ja, ook op budgettair vlak wordt dat absoluut... Uh, het is alle dagen Sinterklaas, hè met Zwarte Piet is er nog bij, misschien niet meer voor lang. Maar dus, uh, dat, dat is zeker een probleem, daartegenover ook. En bon, dat, is, enfin, dat is ook niet, dat maakt niet deel uit van onze politieke cultuur, dat we met minderheden zouden blijven leven. We hebben dat natuurlijk gezien sinds uh, 2007, zeker was tot 2011. Maar dat dat dan nu aan het aan het beginnen is... Vind ik toch uh, een heel slechte oplossing. Het is ook daarom dat ik zou pleiten voor een, een regering, misschien een, een grote noodregering, maar die echt verder zou gaan met de belangrijkste partijen van elke gemeenschap. Uh, ik vind dat helemaal normaal. Uh, al die formules van uh, Vivaldi, minderheidsregeringen, uh, 77, en wat weet ik allemaal. Ja, dat dat zijn geen echte oplossingen om een land te leiden. En dus wordt het nu toch stil aan tijd dat, dat we de, het einde van, de, van het speelplein, zou, van de speeltijd zou, zouden kunnen. Ja, en op het einde van die speeltijd moeten PS en NVA uh, de strijdbijl begraven en uiteindelijk toch wel met uh, elkaar aan de slag gaan, vindt u? Ik vind dat, ja, ik vind dat. Dat, dat is zeker en vast. Echt tot elkaar moeten spreken. Niet alleen van tijd tot tijd, een keer en, en dan wordt dat direct afgeschoten of een beetje later afgeschoten door de een of de andere. Uh, er zijn echt geen andere oplossingen. En vroeger was dat zo. Uh, het Egmondpact in het begin, dat, dat was met de federalisten van de twee kanten. Hè? Bon. Natuurlijk, naar, naar de Vlaamse kant werd dat moeilijk daarna, want er was een heel grote oppositie tegen de Volksunie. Natuurlijk was dat ook het begin van het stil van het Vlaamse Vlaams blok, of enfin de Vlaamse Nationale Partij en, en al die dingen tevoren. Maar uh, en op dat moment was het heel normaal dat de belangrijkste partijen van elke gemeenschap uh, tegelijk aan tafel gaan zitten. En dat, dat ze dan uh, tot iets komen dat, dat misschien niet eeuwen zal duren, maar die toch eens terug uh, dit land op de, de wereldkaart zou kunnen zetten, niet alleen voor, voor allerlei pro problemen die, die vandaag uh, aangekaart worden. Denkt u dan dat in zulke oplossing de, de verplichting bestaat of de, de oplossing er zal in liggen dat NVA water bij de wijn doet en tegemoet komt aan het sociale luik van de PS en omgekeerd dat de PS eh, waarschijnlijk zal akkoord moeten gaan met verdere stappen in de staatshervorming? Ah, zeker en vast, en dat zou zelf pleiten, zou ik zeggen, voor hun eigen uh, interesse. In de mate dat men verder zou gaan in de autonomie, Wel, uh, dan, dan blijft Wallonië de, de mooie uh, rode staat, in ik het zo mag uh, Met al de problemen die wij als observators natuurlijk zouden willen geregeld zien. Uh, ja, dat, dat is ook al jaren dat ik op die, diezelfde nagel klop, maar ik heb daar, daar geen problemen mee. Dat, dat eeuwig cliëntelisme, wel, dat is, dat is toch te veel. Tro is te veel en te veel is tro, zijn dan een boeinans. Eh, nog zo'n politiek, en incorrecte. Eh, maar eh, langs een andere kant eh, is er geen andere oplossing. Eh. Men kan niet meer terug. De, 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 een, een gewone tripartieten, zelfs indien ze een meerderheid zouden hebben, in het algemeen blijft dat ook geen jaren duren. Wat en daarvan, al de illustratie tevoren, al de laatste tripartieten die we kennen, dat waren crisistripartieten. Maar het is in nood in dit land ook dat er sommige politieken worden gevolgd, en dat dat soms een beetje meer naar links en een beetje meer naar rechts. Maar volgens mij hangt dat een beetje samen ook met onze. Dat is toch een conceptie van, van, van de dingen. Uh, dat, dat wij in het algemeen meer centristen zijn dan echt mensen van links of van rechts. Uh, ik, ik neem de burgers, hè, vooral de burgers niet. De politici die het natuurlijk anders zullen verwoorden, maar ook op andere vlakken. Uh, de kerk in België speelt een grote rol in het Tweede Vaticaans Concilie. Je zult me zeggen, maar waar kom jij nu terug uh, nu? Maar dat was dat fameuze... Uh, dat is Quadra Belga. Quadra Belga, waar daar zaten zowel uh, meer uh, linkse dan rechtse bischoppen bij. Want dat, dat was een beetje de weergave van, van uh, het religieuze uh, landschap in dit land. Maar uh, dat was heel centristisch gezien. En dat, dat is ook dan zo dat we uh, na een... Uh, een heel briljante kardinaal Sunus, Daneels, kreeg, die, die dus meer en meer uh, een beetje te, de, alle ideeën wilde behouden en terzelfde tijd openstaan en niet teveel. Uh. En bon, ik vind een beetje dat, dat dit een beetje in onze genen ligt, dat, dat, dat men zo vooruit moet. Uh. En zeker was niet door de anderen zwart te maken uh, op allerlei manieren... Uh. En vandaag iemand zwart maken, dat is ook heel politiek incorrect. We zullen het misschien daar later over hebben ook. Maar nee, nee, maar dus. Uh, nee, volgens mij moeten die belangrijkste partijen met elkaar terug praten, maar dan serieus aan tafel gaan zitten. En, bon, uh, ik had dat idee van, van het concilium, maar je kunt ook het idee van het conclave hebben. We zouden die mensen bijeen moeten zetten, maar zoals in de conclave aan het begin van de kerken, dus. Uh, Wanneer ze echt uh, met uh, water en brood moesten uh, te geruststellen, uh, totdat er uh, een witte rook uit, uh, uit de pijp kwam, uh, uit de schouw kwam. Misschien moet men zoiets kunnen naar, naar voren brengen, maar, maar voor het ogenblik zie ik niet echt wie daar de eerste informateur zou kunnen zijn. Echt gezien, ik zou niet in de plaats van de koning willen zijn vandaag. Uh. Uh, zeker en vast niet sinds een aantal jaren, want uh, dat wordt steeds moeilijker uh, om, om daar recht uh, en ook boven de melee uh, te kunnen blijven staan, natuurlijk. U refereerde al naar wat er eerder gebeurd is. Dat het moment waarop dat PS en NVA met elkaar gingen praten, midden maart, dat Paul Magnet zijn partij niet volledig achter zich kreeg. Nu er wordt gefluisterd dat dat komt, dat dat verzet voor een heel stuk uit de Brusselse PS kwam. Mm -hmm. Zou het een oplossing zijn om in de gesprekken omtrent de staatshervorming meer uit te gaan van een staatshervorming die... Gaat over drie of zelfs vier volwaardige gewesten. En dat Brussel veel meer zelfbeschikkingsrecht krijgt om die Brusselse PS ook mee aan boord te krijgen. Zou dat helpen, denkt u? Maar, uh, zonder PS-militant te zijn, zou ik daarvoor pleiten. Uh, nee, in feite, sinds een zeker aantal jaren, en ja, jaren, ben ik misschien meer voorstander van een, deze formule. Het is dus een formule waar Vlaanderen en Wallonen zeker helemaal volwaardig zijn... maar ook de, de Brusselaars uh, over hun, hun eigen lot kunnen meer zouden kunnen beschikken. Dus echt als een meer autonome regio... maar waar iedereen zijn woord zou te zeggen hebben natuurlijk. Dus dat is niet uh, uh, Brussel van het FDF, uh, Sajamem en Manneke Pis... Uh, 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 en die, die Duitse uh, groenes en zo, dat is helemaal voorbijgestreefd uh, voor voor mij. Uh. En pff, eerlijk gezegd, wanneer je dan de evolutie van, van, van Brussel be bekijkt, dat wordt toch steeds meer en meer een multiculturele stad in in al de zinnen van het woord. Uh. Bon, natuurlijk. Uh, Zouden we moeten zien indien uh, een echte Brusselse spirit leeft, bij de partijen ook. Wanneer ik zeg, spreek van Brusselse spirit, denk ik aan de, de burgerbewegingen. Uh, en onder andere aan uh, wat enkele jaren geleden werd gedaan, dus de Staten-Generaal van Brussel, van de, hoe zeg, van de Société Civile, zoals dat ze dat noemden. Waar dus uh, onder andere onder impuls van de Olemania en uh, andere groepen, uh, echt naar Brusselse formules werd gezocht. En ik vond dat feitelijk zeer interessant. Ik had dat gevolgd voor, voor de Libre in die tijd. Maar wat me opviel, toen het moment was om de, al de besluiten te, naar buiten te brengen, waren de politici ook uitgenodigd en hadden zo'n beetje. Uh, een beetje daar tegenover die, die verworpen, dat zo'n beetje. Het zijn toch niet die, die gewone burgers die ons gaan komen zeggen wat we moeten doen. En dat is spijtig genoeg, een beetje die, die evolutie die niet helemaal veranderd is vandaag de dag. En uh, misschien ook omdat uh, men minder rekening houdt met uh, al, de, alle, al de delen van, van dat middenveld en dat alleen de heel uh, officieel middenveld het woord krijgt. Wat me opvalt in Wallonië is natuurlijk die, die grote, uh, de grote verband, verbindhouding tussen uh, de partij, de vakbond de en de mutualiteiten. En die, die spelen hetzelfde spel. En dat wil niet zeggen dat die echt de walen gelukkiger zullen maken. Wanneer je de, de voorzitter van Solidaris van een beetje dichter bekijkt. Dus meneer Labie, dus die is een beetje minister ook geweest. En ik vond dat die, dat die mens op, uh, soms niet helemaal langs... zijn uh, de, de, de beste partij had gekozen, zou ik zeggen. Uh, uh, die een beetje een, een zo rijkelijk leven ik heb niets tegen mensen die, die schoenen kopen van 500 euro, hè. Dat, 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 dat stort me absoluut niet. Maar dat ze dat ook doen uh, door hun, hun boodschappen doen, doen doordrijven en zo. En, en daarna de, de mensen een beetje uh, pijn, uh, alleen nee, niet, niet pijn, uh, schrik aanjagen door te zeggen. Uh, en dat heb ik ooit gezegd in, uh, in uh, ter zake op de VRT, uh, op een vooravond van verkiezingen. Wordt de mutualiteit ook ingezet om te bellen naar al de leden van, van die sociale huizen en zo? Hè, om te zeggen: nou, Ah, madameke, uh, gaat jij stemmen zondag? Uh, heb je iemand die je naar het stembus zal brengen? We uh, zullen nu komen nalen. Hè? En terwijl je in de auto zit, natuurlijk, herhaalt men nu nog een keer dat je natuurlijk niet voor de ander moet stemmen dan voor de goeie. En dus, dat, dat is een beetje het wallonje die. Die me stoort en die me altijd zal blijven storen, want uh, ik zie dat niet echt zo. Uh, ik vind dat men echt de verbanden moet zoeken met allerlei uh, mensen in, in deze streek die, die echt verder willen gaan. U zal het me misschien vragen, dan, ja, maar dan uh, was u het eens met Georges-Louis Boucher en, uh, en Robert Verteneuil toen die samen uh, geïnterviewd werden voor de zwaar over een nieuw sociaal pact. Uh, Bo, daar zit ook veel politiek echter, denk ik. Uh, Waalse politiek, maar ook uh, de, terug die, die, die ruige adem van, van de PTB, misschien. Hè? Dus, uh, want sommigen, natuurlijk, ook in de FGTB, hebben het moeilijk met die, die spelten. Dat was misschien vroeger minder moeilijk toen de, de Partij Communist nog echt bestond. Maar daar da, da was nog een historische partij ook, die zijn succes plande, onder andere na de Tweede Wereldoorlog, maar die, die nooit echt, uh, uiteindelijk nooit echt de revolutie wilde in, in Walloon. Misschien een klein beetje in 1960. En nog, wat dan toen gelukkig doorspijbelde, was dat idee van, van, die, die, van dat federalisme, in feite. Het woord coronacrisis is ook al gevallen... Hoe kijkt men daar vanuit Franstalig België naartoe? Vindt men dat uh, de regering, de minderheidsregering van Sophie Wilmès, uh, dat goed heeft aangepakt? Of uh, zwelt de kritiek ook uh, langs de andere kant van de taalgrens aan? Wel, in het algemeen zou ik zeggen, wanneer je met een gewone mens die, die aan politiek zou bedrijven, uh, elke dag... Uh, is er toch een zekere empathie, sympathie voor, voor Sophie Wilmes, uh, voor de manier waarop ze dat gedaan heeft? En ook nou, misschien, maar enfin, dat is terug de, de federalist die, die u zegt, uh, de manier waarop uh, uiteindelijk dan toch al de andere deelregeringen uh, verbonden werden aan die zaak. Uh, in het begin, bon, langs Vlaamse Kan met kritiek op de manier waarop dat uh, naar buiten kwam. En bon, die heeft dat toch, denk ik, uh, heel goed begrepen daarna. Uh, het beste dat ze kon doen, uh, het woord te geven aan Jan, aan Elio, aan Rudy en, en aan Oliver Paars. Uh, alhoewel men heel weinig gehoord heeft, en die ik dus uh, Germanofoon zou zijn, Oost-Belgiër vandaag, uh, zou ik niet helemaal gelukkig zijn. Uh, want natuurlijk, en dat hebben we daar niet gezegd, de formule is uh, volwaardig Vlaanderen, volwaardig Wallonië. Een Brussels gewest, maar die echt de realiteit volgt, en natuurlijk onze vrienden uit de oostkantons, uh, die cultureel heel verschillend zijn en die daarom niet anti-waals zouden zijn. Hè. Dat, dat, dat heb ik toch nooit daar ontmoet. Integendeel, uh, nog anti-waals en nog minder anti-vlaams, want natuurlijk, uh, goede toeristen, daar brengt veel op. Als we ook even stilstaan bij wat er de laatste dagen of weken enorm leeft eh, als laatste thema van ons gesprek hier. Meneer Laporte is uh, alles wat uh, racisme betreft. In uh, Vlaanderen is er daarvoor een stuk vanuit links, een, een stuk ja, noem het bijna zelfhaat, die gecreëerd wordt. Er wordt uh, altijd gezegd van, uh, of er wordt door een bepaalde strekking gezegd van de Vlaming heeft racisme in zijn DNA zitten. Uh, je hebt uh, al die betogingen, Black Lives Matter, hoe wordt dat ervaren in Franstalig België? Van, eh, gaat men daar een heel andere kijk op hebben, op dat racisme? Of, eh, hoe, ja, laat ik de vraag in twee stukken stellen. Van hoe kijkt men naar zichzelf omtrent eh, racisme en die Black Lives Matter? En hoe kijkt men vanuit eh, Franstalig België naar Vlaanderen? Vindt men dan van, ja, de Vlaming, dat is inderdaad een racist? Sommigen zullen dan nog altijd blijven denken, natuurlijk. Maar uh, zijn we daarvoor, wij Walen... Enfin, wij walen het argument is een eikjes, uh, minder racist, dat zou ik ook niet durven zeggen. Uh, in feite, bon, en in zekere mate, zijn de Walen niet minder racist uh, dan de Vlamingen. En nog de Vlamingen, nog de Walen. In feite, uh, wanneer men echt in, in het dagelijkse leven en zo... Bon, een zeker racisme wordt ook veroorzaakt door andere factoren, natuurlijk. De samenleving wordt soms moeilijk. Uh, en zelfs mensen die heel weinig van, van natuur af een uh, zeker racisme zouden ver, vertonen, zijn gestoord door bijvoorbeeld de manier waarop uh, onder andere de, de islam zich verspreidt, uh, onder andere ook in Wallonië. Dus. Uh, zijn we minder racistisch? Ah, nee, zeker en vast niet. Maar we moeten ook leren beter ook te, uh, ons verleden te, te, beter te assumeren... en ook te erkennen en niet alles tussenin uh, vermengen. Uh, hein, bon, uh, al dat debat ook rond Leopold II... Uh, bon, ik heb daar ook iets gezegd op de LN24, dus die... Dus, uh, die hele dag uh, informatie, televisie. Uh. Eerlijk gezegd, wanneer men zegt dat dat een genocidair was, uh, niet overdrijven. Hè? Echte genocides kennen we zeker en vast ook. En onder andere zelfs in Afrika. Niet lang geleden uh, in Rwanda. Uh, voor degenen die ooit de kans kregen een keer een reportage te gaan doen naar Rwanda. En dat was mijn geval. Drie maanden voordat het uitbrek daar uh, met de uh, Damianactie actie uh, voelden we dat steeds aan, dat, dat daar ook echter een, een meerdere, grotere aard was misschien... tussen uh, de, de grootste volksgroepen dan, dan hier bij ons. Hè. En dus, dat zijn allemaal zaken die, die een beetje overdreven worden. ook, zou ik zeggen, al die eisen rond die carnaval van Aalst, uh, eerlijk gezegd... Uh, Wanneer je niet zelf een beetje van jezelf meer kunt lachen. En in dezelfde zin vind ik dat helemaal uh, misplaatst wat het Europees Parlement daar onlangs heeft gestemd. Uh, uh, alle vormen, uh, zelfs folklorische vormen van, van zwart maken zou ik zeggen, zou, zouden moeten vermeden worden. Maar enfin, Zwarte Piet die, die maakt deel uit van onze cultuur. Uh, Vanuit uh, zoveel uh, jaren en decennia. Uh, waarom moet men dat nu in kwestie stellen? Uh, en, en dus, dat, dat zijn zaken die, die ook de, de Walen zeker en vast storen. Uh, maar het is niet daarom dat we meer uh, zouden mogen zeggen, of kunnen mogen zeggen, dat, dat de Vlamingen racister zijn dan wij. Dat is natuurlijk ook niet waar uh, uh, wanneer je echt. In dialoog wil komen met uw, uw Vlaamse evenknie, is dat nog altijd mogelijk, denk ik. Hè? En, en zelf met diegenen die misschien een beetje zwerter... op politiek vlak zouden zijn dan, dan, die, dan die andere Vlamingen. Maar dat, ik vind dat helemaal overdreven. En ook al die, die aanvallen tegen, tegen de N-VA op dat vlak, uh, dat zijn mensen die ook niet echt de geschiedenis kennen en die ook niet echt al die evoluties hebben. Kunnen leren van, sinds al die jaren. Het is ook daarom dat, dat het zo belangrijk is dat, dat we blijven dialogeren. Niet uh, in een sfeer van uh, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, maar in een echte sfeer van, van dialoog. En ook om de andere wereld te leren kennen en te, te kunnen kennen. Dat is voor mij belangrijk. Uh, het is misschien nu vandaag de dag, het moment om dat een beetje beter te kunnen doen. We gaan niet echt op vakantie gaan, gaan naar het buitenland. We zijn misschien een beetje bang om naar het buitenland te gaan. We proberen misschien gewoon uh, een beetje meer naar het noorden te gaan, wanneer wij uit het zuiden komen of uit het, uit het midden. En aan de andere kant, uh, bom, dat, dat is al het geval. Heel veel uh, Vlamingen kennen het zuiden uh, veel beter misschien soms. Ik denk aan de Ardennen, dan, dan sommige Walen. Dat is een mooie gedachte om mee af te sluiten, meneer Laporte. We, we zeggen van oké, okay, laat ons deze zomer gebruiken om vanuit Vlaanderen de Ardennen nog eens goed te gaan verkennen. En vanuit Wallonië de Vlaamse kust en Vlaamse streken te gaan verkennen, maar ook elkaar opnieuw te ontdekken. Dank u wel voor dit uh, fantastische gesprek. Graag gedaan. En u ook, beste luisteraar, dank u wel voor uw aanwezigheid. Luister zeker, zeker ook naar onze andere podcasts. En als u ervan geniet, denk er ook aan om eens te kijken. Om eventueel een steuner of een vriend te worden van Doorbraak, zodat wij verder kunnen blijven gaan met deze reeks. Dank je wel en tot de volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van doorbraak.